Kurt Gesner, 3-0 verlies. Het heeft er nooit in gezeten, is mijn gevoel. Of zeg ik dat verkeerd? Nee, het heeft er nooit in gezeten. Ik had ook het gevoel dat wij de eerste helft goed verdedigd hebben. Dat ze dan wel met een lucky goal, denk ik, 1-0 ver komen. Die bal wordt nog geraakt mee in zijn benen voor de goal. Maar daar hebben ze wel afgedwongen. En dan hebben we eerste helft hadden we geopteerd om goed te verdedigen en eruit te komen. Maar we kwamen er niet echt goed uit, vond ik vandaag. Ik vond ook de tweede helft is er een kantelmoment. Dan gaat die bal niet binnen. Ik denk dat Benetti daar een paar goede reddingen doet, anders wordt het 2-1. Maar we moeten ook realistisch zijn en zeggen, de eerste helft kon we ook wel 3-0 achter staan. Was de kentering niet net voor de rust, die 2-0? Want als je met 1-0 de rust in gaat, is dat toch een ander gegeven? Ja, oké. Maar dat hebben we tegen Antwerpen ook al eens meegemaakt. En dat is een beetje het verschil tussen Noorderwijk nog en de toploegen. Dan moeten die balk weer in de ploeg houden. Dat doen we dan ook weer juist niet. Maar oké, dat is gebeurd. Ik heb ook tegen mijn jongens gezegd, onder de rust. Je gaat er volle back truffer. We gaan goed pressen nu. We gaan hoger spelen. En we zullen zien waar we komen. Maar ik denk niet dat er vandaag echt in zat. Tot slot toch een goed bekerparcours afgelegd, denk ik dan. Ja, oké, maar daar hebben we niks mee. Ik bedoel, we hebben met Charleroi gewonnen. Dan komen we vandaag tegen Hasselt. We moeten ook realistisch zijn. De volgende match had Antwerpen geweest. En dan Halle-Goijk. De beker winnen was dit jaar heel moeilijk, denk ik. Maar iedereen gaat graag door. En het is toch wel een ontgoocheling dat we er vandaag ook willen uitzenden.